als iemand gewoon zich aan mijn regels houdt en gewoon een biertje drinkt op zijn tijd, dan ga ik ook niet zijn zakken na controleren of ga ik hem ook niet tegen de muur zetten om te zeker weten hoe of wat. Ik moet eerlijk zeggen, ik had op een gegeven moment wel, echt zeker toen die beschuldiging was, het was ook niet meer leuk achter de bar staan. Ik verdacht iedereen ervan. Als iemand ook maar naar beneden liep en die even te lang op het toilet stond, dan liep ik naar beneden en bonkte ik tegen de deur aan. Maar puur uit frustratie, omdat ik zeg, stel dat er een journalist binnen zit of een agent en er gebeurt weer iets. Zoals laat ik bijvoorbeeld met die lokpuber. Nou, ik had van allerlei scenario's in mijn hoofd dat ik weer genaaid zou worden. Dus ik was er echt zo fel op bepaalde zaken die in mijn kroeg gebeurden. En dus ik lette overal op. En dat is niet leuk. En dat heeft me ook heel veel klanten gekost. Dat weet ik zeker. Kijk, niemand had het uiteindelijk kunnen voorspellen wat er gebeurt op het moment dat je accepteert dat je dus die medaille gaat krijgen. De Willemsorde. En als je dan ook nog eens een keer een openbare gelegenheid hebt waar iedereen zomaar in en uit kan lopen, ja, dan is het ook wel makkelijk. Dan ben je ook wat meer benaderbaar als dat je ergens anoniem in een of ander huis woonde. Ja, dat was een groot nadeel daarbij, ja. Is het op een gegeven moment ook zo geweest dat iemand gevraagd heeft om op te stappen bij het leger en dat de zaak dan niet voortgezet zou worden? Nou, het is niet vanuit Defensie. Het OM heeft mij natuurlijk aangeboden van als ik schuld bekende of als ik überhaupt de dienst uit zou gaan, dan zouden ze zich onthouden van verdere vervolging. OM heeft dat gedaan? Het OM, ja. Dat is toch raar? Ja, dat kun je wel stellen, ja. Dat is heel erg vreemd. Ja. Ja. En ik hoef er daar niet eens over na te denken. Nee, natuurlijk niet. Onder de steen boven. Ik wist wat er niet gebeurd was. En mijn tijd zou komen. Dat gevoel had ik. Anders was ik heel erg teleurgesteld in onze rechtsgang. Ga door. Ja, heb kleine beentjes, man. Dat is lastig. Zes. Twee. Nou, blaas, tik, 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 tik. Kom op, strekken die benen. En stil boven je, boven de grond. Boven de grond. 5, 4, 3, 2, 2, 2. Oorlog mee maken is eigenlijk, moet je eigenlijk toch best wel een tikje hebben. Moet je best wel een afwijking hebben als je dat wil. Ik heb het nu wel een paar keer meegemaakt. Nou, voor mij hoeven niet zo nodig meer. Wat je dan wel mist in die hele omstandigheid is dat je die kameraadschap en die binding en die adrenalinegevoel wat je met elkaar hebt achteraf, dat mis je wel. Maar oorlog absoluut niet. Je gaat initieel voor jezelf. En dat langzaam per uitzending gaat dat wel. Als je zeker heel veel ellende ziet en menselijk leed, dan ga je dat natuurlijk die mensen dan proberen te helpen. En dat komt dan langzaam wel in. Maar zeker als je een beeld hebt van Defensie. Als je jong bent en je ziet allerlei films, dan wil je dat ook meemaken. Die spektakel, die grote boemen, vuur, rook, ellende. Daarom ga je uiteindelijk bij de infanterie, denk ik. Dat weet ik even niet. Moet ik even kijken in mijn mail hoe het programma precies eruit zag. Hoor. Nee, morgen hoef je pas om 1 uur daar te zijn. Hallo, ik hoor. Ja. Ja. Zo. Kom. Hoppakee. Kom. Hap. Hap. Ja. Lekker, hè? Ik heb nooit spijt gehad van de missies die ik heb gedraaid. In 2002 heb ik meegemaakt dat Taliban was net verdreven. Kinderen speelden niet op straat, hadden geen speelgoed. Muziek was verboden op straat. Vrouwen mochten niet naar school. Ja, ze mochten helemaal niks. Een jaar later kwam ik er weer terug, zag ik muziek op straat. Zag ik kinderen speelgoed hebben, vliegeren, weet ik wat allemaal. Omdat wij dat gebied in handen hadden. Het nadeel is, de Taliban die maakt de bevolking zo bang. En ja, scholen die wij opbouwen, waterputten die wij slaan, blazen hun weer op. Ja, het is gewoon een laf leger. Ze blazen zichzelf op. Bij hun is een mensenleven niks waard. Bij ons is een mensenleven alles waard. Het is dweilen met de kraan open. De Taliban zit er overal. Maar als je ophoudt met dweilen, dan loopt de kelder onder en dan komen ze vanzelf hierheen, denk ik. Je moet ze gewoon uitroeien voordat je iets op kan bouwen. Wederopbouwmissie, ja, ik vond het altijd een beetje vreemd. Hoe kan ik daar iets opbouwen als er nog zoveel rotzooi zit, zoveel terroristen, zeg maar. Maar om nu,
Ik heb dan een kleine van 3,5 week weer op missie te gaan, 4,5 maand naar een oorlogsgebied en hem de eerste half jaar niet te zien opgroeien. Nou, dan pas ik. Dan vind ik het goed zo. Ik ga wel huizen isoleren. Dat maakt mij niet uit. Een beetje muziek maken erbij, af en toe wat beveiligingswerk. Ik doe van alles wat, ik ben altijd bezig. We hadden dus geen papier en potlood. Je wilde toch iets vastleggen, hè? Van plaats en datum en gekke dingen. Als er controle kwam en dan deed je alsof je ontzettend verkouden was. Dus niemand heeft ooit gevraagd, mag ik die zakdoek zien, hè? Want dat is dus gelukt. En de naald zat hier. Dus nee, dat is gelukt. Mama borduurde veel schepen. Ja, vooral natuurlijk Engelandvaders, maar ook data. Ja, en liedjes van Vera Lynn staan daar ook in. Ja. We hebben veel gehandwerkt. Ook voor als er weer iemand ziek was. Of Fransen hadden ontzettende last van heimwee. En je moest natuurlijk altijd hele kleine cadeautjes maken. Want anders dan kon je dat verstoppen, hè? Om iemand op te beuren. Er zijn er natuurlijk veel omgekomen door honger en verdriet. Er zijn er ook gefusilleerd. De nare was van de Belgen. Die werden niet gefusilleerd, maar die werden opgehangen. Dat was dan altijd in Berlijn. Dus daar waren we erg mee begaan. Want je hebt natuurlijk gradaties, hè. Ik bedoel, ik word liever doodgeschoten dan dat ik op het idee dat je opgehangen wordt. Dus je hebt toch een andere instelling als de doodveroordeelde dan gewone gevangenen. Ik bedoel, dat is ook rottig. Maar voor ons was het eigenlijk, het klinkt gek. Rustiger. Wij zaten niet onze laatste energie te gebruiken om nog een stuk brood te gappen of iemand te bestelen. Want ja, goed, het zou de laatste dag kunnen zijn. Hè? Wat is een held? Een held die... mijn vader bijvoorbeeld, die 40, 45 jaar lang met tegenzin om 5 uur 's morgens opstaat om naar de bouw toe te gaan. Om daar wel heel erg goed zijn best te doen. En uiteindelijk heeft hij ook 100% inzet om zijn product af te leveren. Maar liever eigenlijk toch wel dingen doet die hij liever had gewild. Hij had ook heel graag dienst in gewild. Maar mensen die dus gewoon dag en nacht klaar zijn voor hun gezin of voor andere mensen. Met of zonder kostenvergoeding, maakt ook niks uit. Maar eigenlijk niet de zaken doen die ze willen. En toch weer zich daar overheen zetten. Ja, en dat doen. Ik heb mijn werk, doe ik mijn liefde en plezier. Het is mijn hobby. Mijn werk is mijn hobby. Het kost je geen moeite? Nee, het kost me geen moeite. Kijk, als ik nog eens een keer moeite moet doen om... Ja, door de stress, ellende, weet ik wat er allemaal gebeurt... dat ook nog eens een keer moet doen, ja, dan... Want dan zeg ik op mijn beurt die mensen die met tegenzin gewoon dag en nacht gewoon zo vroeg hun bed uitgaat en weer een wind. Om voor hun gezin te zorgen dat ze alles hebben wat een hartje maar begeert. Dan zeg ik, dat zijn voor mij helden. 7 uur, lach me over Joost. Oh ja. Jij gaat ook op je iPad zitten. Nee, laat mijn vuist staan. Ja, hey, dat is wel zo, hè. Het is niet en-en. Het is of kijken of dat. Oké. Ja, dus zeg maar, dan zet ik die over, hè. Want dan weet ik dat je denkt, laat ik staan en doe ik toch stiekem kijken. Wat gaan we doen? Gaan we dit doen of gaan we dat doen? Ik ga je buiten. Oké, jij?
Oké, dan zet hem gewoon af, hè? Het is niet meer en. Nou, lekker uitpennen. Ja. Veel plezier. Dank. Mama's melkje maken. Ja. U komt er zo aan eten. Even wachten. Ja. En heb je dat soort situaties vaker meegemaakt? Ja, maar niet in de fancy. 2 jaar geleden was ik beveiliging geweest op een housefestival. Toen reed ik terug naar huis in het donker. En in één keer op de A2 bij Roosteren, of Echt was dat, zie ik allemaal brokstukken liggen. En ik was een van de eerste auto's die erbij uitkwam. Vervolgens, ik stap uit en ik zie in de achterkant van de auto helemaal ingedeukt. En er zat nog een man in. Ik keek eerst of de situatie een beetje veilig was. En ik zag 2 mensen wegrennen richting open veld. En die kwamen uit een BMW. En die had met 200 km per uur of zo die man van achteren aangereden. En dus ik dacht van shit, ik moet die vent helpen. Die auto zat helemaal in elkaar. Ik kroop via de kofferbak, zeg maar, achter die vent een hoofd stabiliseren en een wond op zijn hoofd dichtdrukken. Want er kwam bloed uit. En ik probeerde hem aan de praat te houden, maar ja, hij reageerde een beetje half. Maar ik moest die nek blijven stabiliseren, want die was zo hard aangereden. Ja, die kon wel gebroken zijn. En toen hoorde ik dat de ambulance en alles kwam. Maar ik zat in een ongemakkelijke positie, die vent zijn hoofd te stabiliseren. Maar ik kon niet overgenomen worden, want die vent die moest... Eerst moest het dak eraf geknipt worden. Dan moest er een wervelplank achter hem geschoven worden. Moest hij helemaal nekkraag helemaal gestabiliseerd worden. En ja, dan kon ik hem pas loslaten. Dus de brandweer zei, ja, je hebt jezelf in een goede positie gedwongen. Maar ja, je zult het even vol moeten houden, want wij kunnen het niet overnemen. Hou je dat vol? Ik zei, ja, ik doe mijn best. Toen begonnen ze een deken over ons heen te trekken. Toen knipte ze de staal door, pats, alle ruiten die sprongen. Maar ja, wij zaten onder een deken, maar ik zat wel met die vent in mijn armen die dood aan het gaan was. Vervolgens trokken ze het dak eraf en toen kon ik hem loslaten. En ja, toen zei de politie, ja, goed gedaan, goed gereageerd. Ja, maar volgens mij is die man later nog overleden. Maar ja... Dat is wel zoiets, ik kom weer bij een situatie uit en ik reageer weer, ja. Ik denk dat dat erin blijft zitten.